Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl in Flevoland. 100 jaar geleden ontstond het idee om de Zuiderzee in te polderen. Dit werd ingegeven door de schaarste aan ruimte in Nederland voor voedselproductie en de angst voor watersnoodrampen. Ingenieur Cornelis Lely verbond deze maatschappelijke doelen en zette hiervoor de eerste stip op de horizon. Hij werd daarmee letterlijk de grondlegger van een uniek gebied, Flevoland. Nu, 100 jaar later, staan we, door de toenemende verstedelijking en de verandering van ons klimaat, voor nieuwe maatschappelijke opgaven. De traditionele manier van gebiedsontwikkeling past niet meer in deze tijd. Er ontstaat een andere manier van gebiedsontwikkeling. Die bestaat uit 4 pijlers. Stip op de horizon, verbreden van de opgave, nieuwe vrienden, nieuw geld. We werken stap voor stap naar onze stip op de horizon, zonder vaststaande einddatum of concreet eindbeeld. Nieuwe natuur is zo'n voorbeeld. De grootschalige natuurverbinding is gewijzigd in natuurprojecten op verschillende locaties in Flevoland, gericht op diversiteit en beleefbaarheid. We zetten hierbij de reeds aangekochte gronden om in die natuurprojecten en hierin werken we nauw samen met partners uit het veld. Zo houden we vast aan de stip op de horizon. Natuurontwikkeling in Flevoland op grote schaal. Flevoland groeit de komende decennia van 400.000 naar 600.000 inwoners. Wij zoeken daarom naar innovatieve mogelijkheden en dwarsverbindingen tussen de groei- en de transformatieopgaven en de nieuwe voorzieningen die daarbij horen. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld de overslaghaven Flevokust, een nieuwe buitendijkse haven nabij een omvangrijk agro-productiegebied. Daar ligt het kruispunt van de hoofdvaarroutes naar het westen en het noorden en het sluit prachtig aan op de Europese transportcorridors. In Flevoland zijn we gewend om uitdagingen anders op te lossen. Met de overheid in de rol van regisseur, partner of aanjager bieden we initiatieven ruimte. Al deze rollen vervullen we bij het ontwikkelen van Amsterdam Lelystad Airport, waar we met ondernemers en kennisinstellingen werken aan innovaties in de maakindustrie en transport en logistiek. De Floriade in 2022 is voor ons meer dan alleen een wereldexpositie. De weg ernaartoe is zeker zo belangrijk. Zo gaan we de komende jaren aan de slag met Floriade Werkt, een economisch programma dat ondernemers en kennisinstellingen met elkaar verbindt. Nieuwe vrienden dus die op zoek gaan naar innovaties op het gebied van voedselproductie en consumptie. Met het maatschappelijk belang voor ogen zoeken we naar nieuwe, creatieve vormen van financiering. Dat doen we door nieuw kapitaal aan te trekken, risicodragend te investeren en slim te financieren. Door samenwerking met Natuurmonumenten en de Nationale Postcode Loterij hebben we straks de Marker Wadden, een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer. Je kunt de 4 pijlers niet los van elkaar zien. Ze versterken elkaar. De stip op de horizon, het verbreden van de opgave, op zoek gaan naar nieuwe vrienden en nieuw geld. Dat is de Flevolandse gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl.